Natuurlijk had hij graag met 7-0 gewonnen. Maar dit vindt hij ook wel wat. Ja, een enkele boel voor Adams om te bepalen wie er mag beginnen. En dat is nogal een voordeel, denk ik, in deze partij. Ja. Nu voor Gerben als eerst. Ja. Dat kan niet echt veel beter. Dat kan eigenlijk helemaal niet beter. Dat kan alleen maar even goed. Je zou toch nerveus moeten worden op een gegeven moment, zou je denken, als je 17 jaar bent. Vergeet maar, mag beginnen. Aan de beslissende, de 13e werk in een fantastische wedstrijd. Kijk nou toch eens even aan. Goh! Oei. Ja, afgelopen. Zou je bijna denken. Ah. Easy three. Ja. Dit is echt nog nooit vertoond. Zo'n partij op zo'n hoog niveau van beide kanten. Hier zal de hele dartwereld van opkijken. Adams lijkt een beetje af te haken. Zo, Gerben, triple gooit nu. 60. Ja. Het is een slotfase, het is een finish. Ja, Adams heeft 180 nodig om in de buurt te komen. En die gooit hij niet. Dus hoeft dat niet in drie darts. 100. Dus hoeft 164 niet de 3 darts. Nee, 140 nu en dan sta je op dubbel 12. Dat kan wel natuurlijk. Met een bullseye. 164. Wow! Fantastisch! Als we de toren wedstrijd beginnen. Oh! Waanzinnige wedstrijd. Ja. Kijk, iedereen staat. Daryl Pittel staat. Iedereen staat. Een staande ovatie voor Michael van Gerwen. Man. Ja, wat moet je hier nog mee? Voor hem, ook ontzettend onder de indruk. Een 3-dart gewicht 108,5. Well, ladies and gentlemen, let's start with the averages. Prachtig groot. He lost 35,63. Oh, kijk, daar staat het inderdaad. Wat zijn dat voor gemiddelde, joh. The young man, 35,95. Dan kun je maar thuis komen. Ga van Gerben op de fiets, want die mag nog geen auto rijden. In my years in this sport, I've seen some fabulous games of darts, individual games. Great games, brilliant games. And for the last couple of legs, I sat over there with Daryl Fitton and Andy Fordham. And we both, all three of us, have said the same thing. That is the greatest game of darts I've ever seen. Ladies and gentlemen, Martin Allen. Manfred Morris zat met Daryl Fitton, Andy Fordham en zij. En dat zijn ze alle drie. Dit is de beste dartswedstrijd die we ooit gezien hebben. En het leuke is, iedereen staat hier. Er zit niemand. Wij ook niet. Nee, iedereen staat. Martin Adams als eerste van het podium, omdat hij verloren heeft. Two more matches to play. The boys want to know when you're going to retire. Maar dan ga je met pensioen. What can you say about the man? Every sport finds one. Dance has. Michael van Gerwen. Fantastisch. Michael van Gerwen. Maakt de indruk. Dat is niet voldoende om te omschrijven wat hij heeft gedaan. Wat een waanzinnige wedstrijd. Die hij wint van een even waanzinnige Martin Adams. Er was een 164 finish voor nodig om de wedstrijd te beslissen. Dit was belachelijk. Dit was belachelijk, belachelijk, belachelijk goed. Dat was eerder vanavond en dit is Michael op dit moment.
Ja, volgens mij een klein beetje emoties. Want hij heeft zitten meekijken met de blosjes. En af en toe gaf hij een duim omhoog deze kant. Of van, nou, dat heb ik niet slecht gedaan. Doe die duim nog eens. Heel, heel goed gedaan, jongen. Ongelooflijk. Maar iedereen heeft het erover, over die partij. En velen zijn het eens. Dit was misschien wel de beste dartspartij ooit. Steek die maar in je zak. En hij mag nog twee keer aan de bak. Dus blijft u kijken naar deze Michael van Gerwen. En ook luisteren naar het interview dat hij gaf aan Arjen van der Giezen samen met Adams. Na afloop van deze onwaarschijnlijke partij. Jemig, kremig, jongen. Waar haal je dat vandaan? Ja, van mezelf. Hoe goed gooien. Jij hebt toch ook nog nooit zoiets meegemaakt? Dat kan niet anders. Nee, niet op tv is een goede partij. Dit is het beste tot nu toe. Dus. En dan op het eind. 164 finish. Ja, je moet toch, ja, je moet iets moois van maken. Het ging super, echt. Ging super. Olly says it's super, it's unbelievable. But it is, isn't it? Well, it would be for him, yeah. I mean, I've been around this game a long, long time, but it's the first time I've ever been spanked with a 35 average. Hij zegt, ja, het is ook ongelooflijk, want ik ga al heel wat jaartjes mee en ik ben er nooit verslagen met een 35 gemiddelde. You lost the match, Martin, but that must have been pure joy for you as well, although you lost. Well, it was a great game of darts. It was young mates out, wasn't it? The younger of the game and the old guys were in the games. I mean, what a player. I mean, where did you find that 164 at the end? And a 146, I mean, what? Brilliant, though. You can't take it away from him. Brilliant, though. Hij zegt hij, natuurlijk was het genieten geblazen. De oudste tegen de jongste. En dan gooit hij 164 op het einde zo. Ja, het is ongelooflijk. Michael, dit moet, het is een cliché, maar dit moet een droom zijn voor jou die uitgekomen is vanavond. 5-3 achterstaan tegen Adams. En dan toch winnen. Ja, ik heb gewoon hard voor gevochten. Moest ik wel, want hij bleef ze ook maar raken. En hij ging gewoon geweldig. Super. Super. As he said, super. He's shell-shocked, isn't he, bless him? Ja, hij is inderdaad een beetje verlegen, maar wel mooi. Ja, ik ga hem nou een pak slaag geven, zegt Maarten Adams. Thanks, Maarten. Dankjewel, Michael.